Jongens, kijk dan, daar is een steen. Die is al behoorlijk op temperatuur gekomen. En daar is het vuur. En je ziet het heel duidelijk hoe het brandt. Wow, dat is echt mooi op beeld. Het is echt zo'n V-vorm geworden. Cool, hè? Je ziet echt dat hasje uitdruipt. Ja, dat hasje dat druipt eruit daar zo, ergens in die hoek. Jongens, dit is echt een hele mooie video opeens. En hoe hebben we het vuur aangekregen? Met water. Met water? Nee, met bier misschien. Nee, ik ook niet met bier. Nee, kom maar met boomhars. Boomhars onder andere. Ja. Hoe heet dat? Handreiniger. Ja, met alcohol erin. Ja, handreiniger met alcohol. Daar hebben we het vuur officieel mee aangemaakt. Het is nog behoorlijk lang al aan. En wow, nu gaat het hele stuk branden. Kijk dan. Op tijd dat het even die kant op gaat. Hè? Ja, want het wordt aardig heet hier. Ja, dan komen er binnenkort meer bushcraft filmpjes. Wacht, ik denk, ja, wat kan ik net zeggen? Het is beter dat je even weg kan gaan. Want daar zat Marcel. Ik weet niet of jullie dat ergens kunnen zien. En daar is het vuur. En hij had de stoel even weg. Nee, dat zien jullie niet. Hij is iets te donker. Ziet hij dat nu wel? Ja, nu ziet hij het wel. Hij heeft hem helemaal daar neergezet. Maar wacht even, je camera. Is die niet te heet? Nee? Dit is echt mooi. En wat daar staat, dat is nog beter. Zie je dat? Hoor ik dat? Een heel vat. Er kwam de koekoek voorbij. Oh. Kijk eens wat daar staat, jongens. Ja, dat is lachen, jongens. Jongens, ze hadden heel veel regen voorspeld aan een herfststorm. We hebben niks gehad. Nee. Helemaal niets. Vannacht regende helemaal verteerd. Ik weet het niet, jongens, maar wow, het is heel vreemd. Wat ze tegenwoordig allemaal zeggen. Kijk, in die steen zie je nou heel duidelijk dat die nou ook weer warmte pakt. Want dit is bijna niet uit te houden hier. Ja, het is goed warm. Het is echt goed warm. Nu gaat het weer iets die kant heen. Het is net zo'n mooie open haard eigenlijk. Dit zie je in die open haarden zie je ook altijd zo, die vlammen zo. Ja. Hè? Precies zo eigenlijk. En nu komt de rook naar mijn kant toe. En het is eigenlijk twee handen. Ik weet niet of je mijn hand kunnen zien. Nee. Als ik nu nog één hand naar die kant doe, dan zit ik officieel in het vuur. En dit is echt niet heet. Oké, gaaf. Maar kijk eens even hoe dat brandt. Wacht even daar. Zien jullie dat stuk helemaal? Dat is echt mooi, jongens. Ah, ik denk wel dat er een reactie komt op deze video. Daar heb ik zo'n vermoeden van. En hoe het vuur gemaakt is? Kijk gewoon Prep en Survival met Marcel. Ja, op dat kanaal moet je kijken, zeker. Wow. Precies. In Nederland. In Nederland. In Nederland, ja. Hoor. Prep en Survival met Marcel in Nederland. Oh, het lijken net van die gasdingen die aan zijn. Ja, hè? Waar dat vuur uitkomt. Dikke, vette blokken vethoed. Ja, vethoed. Oh ja, zeker. Dan is er straks zo'n hele grote bonk erop gelegd. En die was boven, was die gewoon helemaal aan het branden. En een aantal minuten later, toen was het hele stuk al opgebrand, was zwart. Dat was wel mooi. En officieel staat er ook niet die kant heen, maar je ruikt het vetwoed heel erg goed. Echt een hele sterke geur. Je ziet hier kijken. Ja jongens, daar gebeurt het allemaal. Kijk eens even. Kijk eens hoe extreem rood die is. Wow. Jongens, een lava vulkaan. Ja, kijk eens, woem, hij heeft hem aangemaakt. Jongens, kijk eens even goed wat voor structuren we kunnen filmen. Midden in de nacht in het bos, kijk even. Dit is het bos. Daar staan we nu. Dit is onze reflector. Daar is het vatje. Met de silky zaag en het bier. Oh jongens, ik zit er echt lekker warm bij, jongens. Hier, gaaf. Dit is echt heel mooi.
Ik zelf heb een mini-statief bij me. Daar heb ik nou niks aan. Ik wou eigenlijk ook de andere camera meenemen. Die heb ik eigenlijk godzijdank nou ook thuis gelaten. Maar ik zit te denken met bushcraften dat we binnenkort ook hele lange video's gaan maken. Dit is ongeveer rond 5 minuten en 20 seconden, zeg maar. Maar dat we ook lange video's gaan maken dat we helemaal door de bossen gaan lopen. Moet ik nog eens eventjes kijken of ik dat ga doen. Want dit is echt extreem mooi, jongens. Kijk eens eventjes hoe dat wil branden. Jongens, geniet even van het moment. Oh, echt die stappen die je net deed, yeah. Toen kwam die helemaal in het rode, van overgemodelleerd. Yeah. Dus had hij echt de limiter gaat werken. Okay. Dus dan reageert hij op kleinere geluiden, yeah, op vogels en zo, dat is wel mooi. Ja, daar ben ik wel blij mee, had hier een limiter in zit in de camera hier. Ja, dat, ja, dat is wel prachtig. Hey, jongens, kijk eens, het vuur blijft mooi. Ik zit alleen even te kijken wat die informatie nu is. Nu is het weg uit beeld, gaaf. Jongens, 6 minuten en 20 seconden zijn we aan het opnemen. Eventjes kijken, heb ik nog eventjes iets informatie over jullie? Ja. We hebben uit dat bakje gegeten met worst. En daar zit een gasdingetje in. Olijfolie. En wat je daarachter ziet is de gasbus. Ja, kijk eens, even, als je dat ziet daarachter. Daar heb ik zo net dinges uitgedronken, thee. En dat heb ik thuis warm gemaakt. En ja, toen we hier aan het bos, in het bos kwamen, kwam de damp er nog uit. Dat heeft Marcel ook gezien, dat was wel mooi. En wat is dat? Het vat. Ah, de silkiezaag. En nog wat dingetjes. Ik kan het even op mijn kleine scherm niet detecteren wat het is. Door de rook, wow. Ja, dat is de machete. Ah, de machete. Die ligt er. Oh, die zat straks ergens staan. Nee, die is nu hier, oké. En als je helemaal daarachteraan kijkt, oh, dat pakt hij nu toevallig wel, dan zie je dat we een kaars er neergezet hebben, helemaal daarachteraan in het bos. Dat is best wel een, best wel mooi eigenlijk, met die rook erbij. Als herkenningsteken dat we daar zitten, zeg maar. Het is een normale kaars. Dat sowieso. Even hier kijken. Het is gewoon geweldig aan. Geweldig, jongens. Ja, daar zit je dan in je militaire pakje. Met zo'n hertog Jannetje erbij. Bij het kampvuur. Als jullie dat misschien ook willen. Dan is er misschien wel een mogelijkheid om misschien een keer mee te gaan. Met Marcel en mij. Tony Pino en Marcel. Het kan zijn dat we misschien iets kunnen regelen. Maar dan moet je maar even onder de video zetten. Dit is echt wel mooi, jongens. En dan nu, als we de camera helemaal omdraaien, is dit gewoon het bos. En als ik hem naar boven draai... Wow, dit is echt veel rook, jongens. Je ziet alleen geen sterren. Jongens, dit is onze opstelling. En ik zou eventueel hierachter kunnen filmen. Even heel kort. Even heel goed uitkijken waar ik loop. Hoe onze opstelling is. Hier staat het water... Hier zit het eten en zo. Kijk, en dit... Wow, jongens. Dit is echt spectaculair, hè? Ik moet heel goed uitkijken. Want meneer heeft dit in de hand. En meneer wil geen takken in de ogen krijgen. En kijk eens eventjes hier binnen. Daar lig ik... Wacht even. Ja, daar lig ik vanachter. Wow. Dat zijn mijn dingetjes die hierin zitten. Eventjes helemaal achter kijken. En die kniklichtjes daarachter. Dat is ook wel mooi. Eventjes kijken. Oeh. Kijk eens naar al die dingen. Dit zijn trouwens echt wel mooie tassen. Want je kan er van die dingen allemaal inklikken, zeg maar, hier zo. Kun je allemaal dingen aan vastmaken. Van die kleine tasjes, zeg maar. Ik kan het jullie laten zien. Wacht, ik laat jullie gewoon even zien. De preppers en bushcrafters die begrijpen het wel. Maar ik heb het over dit soort tasjes. Kijk, deze dingen. Die kun je dus hierachter vastklikken. En die kun je dus, wat ik je net liet zien, een aantal seconden geleden, kun je dus aan je tas vastmaken. Dan gaan we toch nog even terug. Toch nog even de 10 minuten volmaken.
eventjes kijken hoe dat bos eruit ziet. Daar had ik me al zo'n vermoeden van. Dan moeten we eromheen lopen. En dat hebben we extra gedaan vanwege de beesten. Dat die vannacht ons niet aan gaan vallen. Kijk eens eventjes. Is dat geen geweldige opstelling? Oké, het valt iets op de kleur. Maar op zich is het best wel een mooie opstelling, zeg maar, hoe het gemaakt is. Met van die kleine bramenstruikjes ervoor. En het licht is denk ik ook al aan. Ja, ik heb hier nog wat flesjes liggen. Dat wordt wel allemaal netjes mee naar huis genomen. En dit is dus dat licht wat ook rood kan zijn. Wat je dus aan kan maken. En dat heb ik dus extra zo gedaan. Als het nou gaat regenen, ik weet niet of jullie de druppels zien. Dan wordt het lampje zelf niet nat door de regen. Kijk eens eventjes. Dan moet het licht aangaan, zo. Waar ik vannacht licht. In deze tunnelachtige complex. Heel gaaf. Kijk eens eventjes hoe dat eruit ziet. Dit moet ik zo dadelijk open doen. En dan moet ik hierin gaan liggen. En hier lig ik dus vannacht. In een best wel mooie opstelling.